Yo, kijkers van Online Games, en we zijn terug bij een gloednieuwe aflevering van het WK 2018 met vandaag de wedstrijd Senegal en Colombia. Jawel, is de andere wedstrijd van Pool H, dus we zullen zien wie het ook gaat. Colombia moet winnen. Als ze gelijk spelen of verliezen, liggen ze eruit. En Senegal kan gelijk spelen, dan zijn ze door. Dus goed. Dus we zullen zien. Nou, zullen we gewoon lekker beginnen? Jawel. Laten we gewoon eerlijk beginnen. Ja. Goed, in het Samara Arena. 45.000 Senegal, Colombia. Laten we gewoon lekker beginnen. Over deze wedstrijd is veel gepraat. Hopelijk krijgt het publiek mooi voetbal te zien. Vanuit de Samara Arena gaan we de wedstrijd live volgen. Degene die wint is... Hallo Jori, en natuurlijk u ook gelijk thuis. We gaan kijken naar twee ploegen die gebrand zijn op een goed resultaat. Ja, op een WK kun je geen moment verslappen. Iedereen op het veld zal zich van zijn best kant in laten zien. We maken ons op voor de wedstrijd Senegal tegen Colombia. Rusland is natuurlijk een enorm uitgestrekt land. En daarom is het wel handig dat de speellocaties relatief bij elkaar in de buurt zitten. Het was natuurlijk handiger geweest als je na elke wedstrijd met de bus kon reizen. Maar ja, in ieder geval bevinden de meeste stadions zich in het Europese deel van Rusland. Ja, Rusland is natuurlijk het land ter wereld. Voorzien van Senegal. In de Samara Arena kunnen 45.000 mensen naar de wedstrijden gaan kijken. Ik vind het een prachtig stadion hoor. Dat waren de voorzieneren. Moet je eens kijken. Zo'n ding afstaan. Een opvallend onderdeel van dit pas geopende stadion. Het hangt op een hoogte van wel 65 meter. De trainer van Senegal heeft deze... Ja, hallo in een doel, 4-3, opstaan bij Senegal. Gassa, middelbord, Kunapi, Sabali. Nee, op zich is 4-3 ja, te veel gebruikt. Kijk, hij heeft ook natuurlijk de spelers ervoor. En Menes, zo aan Balde. Die een goede voorzet hebben. Nu, dan zou ik ook met dit systeem de opstelling van Colombia. In het doel staat Ospina. Ik speel vandaag met Colombia. Dus Aria, Zapata, Miriam, Fabra. Barrios Aguilera. Nou, dit is een systeem Quadro, om vooral de tegenstander Cordona, te verdedigen. He, je en houdt het op en hopen op een counter. 4-2-3 in afstand. Ja, ik hou er niet zo van, eerlijk gezegd. Laten we beginnen tussen Senegal en Colombia. Ik denk dat alle voetballers graag zien hoe deze twee teams tegen elkaar gaan met voetballen, Jury. Zeker, beide teams hebben genoeg kwaliteit in huis. De eerste helft gaat beginnen. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Colombia moet. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Geen wind is door. Kouyaté. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. Okay, daar deze staat is voor Senegal door. Hè? Dus Colombia moet. Daar heb ik geen keus. Na de laatste wedstrijd in de groepsfase gaat de helft van het teams naar huis. En daar zitten soms toch hele verrassende namen bij. Ja, er moeten na zo'n groepsfase altijd al vroeger naar huis. Waar je het niet van verwacht. Leef niet zo. Sadio Mané. Colombia gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Kouyaté. Senegal puntje gepakt tegen Japan. Vandaag de laatste wedstrijd van de groepsfase. Er staat veel op het spel. Natuurlijk gaan we net met Japan gespeeld. Die kan zich namelijk nog kwalificeren voor de volgende ronde. Poelig maar 0 punt op zak naar huis. Een puntje genoeg om door te gaan. Ik ben benieuwd of ze voorzichtig beginnen of meteen vol druk gaan zetten. Papa Nidaye. Hij slaat erin. De Senegalers, die zijn best wel snel.
Was ik liever. Edwin Cardona. Colombia gaat weer in de aanval. Daar komen ze. De bal wordt in de 16. En lovely. Dat wordt een vrije trap. Misschien moet de scheidsrechter hier iets aan gaan doen. Die bal wordt onderschept. Die kans, daar ligt erin, dan kan, nou, kan Colombia doorgaan. Colombia kan doorgaan aan die keeper. Goede redding. Voorzet gestopt door de tegenstander. Hij schiet. Oh, de verdediger steekt daar een stokje voor. Doeltrap, daar had meer in gezeten. Twee doelpunten en de vorige wedstrijd. Oh. Maar dat klopt denk ik niet, hè? Nee, het idee van de paas goed, maar er zit iemand tussen. Hij neemt de bal mee richting doel. Gaat hij voor eigen succes? De tegenstander kan de bal onderscheppen. Hij wordt onder druk gezet op eigen helft. De vleugel daar is slecht afgedekt. Daar ja, moet daar doorkomen. Ze kunnen daar door hier komen. Een rollertje en die bal is voor de keeper dus. Ja, hij kan hem zo oppakken. Na 20 minuten staan nog 0-0. James Rodriguez. Oh, die legt zo hard nu, hè. Falcao. Cuadrado. Goeie kans. Onderzet. Hakje beland bij de tegenstander. Ondertussen gaat hij weer leggen. Als ze dit goed kunnen uitspelen... Dat is een lekker balletje. Oh, alsjeblieft nu niet lekker. Daar komt Senegal, daar komen ze, ja! Weg denk ik, keeper. Weg, die kans bal. Kans op een counter. Waar komt die bal terecht? Cuadrado. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. En de uithaal, en de keeper. Mooie redding, maar de bal is nog in het spel. Daar, Senegal komt terug. Colombia weer. Hey, ga gaan uit daar aan. Dit gewerkt. Dat ligt enorm. Je ziet Colombia echt goed drukken. Ja, hij gaat richting doel van de tent. Nu met de uithaal aan weer die keeper. Komt een gevaarlijke ingooi aan. Aguilar. Daar komt de kans, daar komt de kans. De bal staat ergens in de verdediging. Half uur kan Senegal nog een dik uur de nul houden, dan zijn ze door. Daar zit de tegenstander tussen. James Rodriguez. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Ja, nou nu lekt hij die weer. Papa Nidaye. Waarom lekt hij zoveel? Moussa Sal. Het is ook een hele oude computer waar ik heb, hè. Falcao. Ja, op mijn laptop streamt die nog vast, hoor. Dan lijkt het niet, hij komt bij jullie vast! De keeper redt op fenomenale wijze. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Denk over Colombia, je ziet Colombia echt drukken. Santiago Arias. Daar komt de kans! Alle hens aan dek in de achterhoede. Waar ze de grootste moeite hebben om de bal weg te trappen. Aguilar. En nu wat Senegal weer. Als ze snel handelen, kunnen ze toeslaan in de omschakeling. Dat heeft niets op. Die blijft keurig in balbezit. Sterk gedaan. Wie weet levert dit een kans op. Goh, sommige scheidsrechters zien het voor niet en fluiten voor een overtreding. Dat is nu link. Maar deze dat is nu heel erg link wat je nu doorspelen. Doet. Ja, en zo hou je de snelheid in de wedstrijd. Hè. Steeds dat gefluit. Het is geen hockey. Hij moet er doorheen. En dat is het hij is er doorheen. Maar nu heeft hij te veel mensen. Met de bal op de helft van de tegenstander. Hij moet hulp krijgen. Hij komt er niet doorheen. Mogelijk een goede kans hier. Cuadrado. Hij kan nu voorgeven.
Dat doet hij ook, daar is de kans! En weer de keeper! Nee, die bal gaat er natuurlijk nooit. 2 minuten blessure op tijd. Veel en veel beter. Colombia houdt balbezit. Corner. En krijgt een corner. Voor Colombia. Corner is genomen. Kopbal! En de keeper. Om in te gaan. Maar heel goed gekiept van die doelman. Senegal heeft geprobeerd om alles tegen te houden in de eerste helft. En dat is gelukt. Punten draait, maar het rekent toch fijner met deze stand is Senegal door. Je ziet al die Senegalers. We gaan proberen deze wedstrijd te winnen. Dan krijgen wij hopelijk ook nog iets moois te zien. Colombia is wat gevaarlijk dan Senegal. Colombia heeft daar een aantal goede kansen gehad. Ze zetten meer druk. Maar de ballen gaan er niet in. 0-0 in de eerste helft nog. Hoe lang zijn we bezig? Oh, 10, 11 minuten. Goed, we gaan door met de tweede helft. Senegal mag gaan aftrappen. De aftrap is genomen. De wereld kijkt toe hoe deze teams in de laatste 45 minuten van de groepsfase gaan presteren. Voor de kijkers was de eerste helft wel aantrekkelijk, denk ik. Dat geeft toch goede hoop. Dat ziet er kansrijk uit. Oh, gaat die voor een schot? Falcao. Kijk, ze staan echt met z'n allen te verdedigen. Je komt er gewoon bijna niet uit doorheen. En als je uit doorheen bent, daar liggen de kansen, dan krijg je de bal er niet in. En hij is de bal kwijt. Dat is goed gedaan voor Senegal, hoor. Echt waar. Ja, je ziet Senegal heeft maar dat punt voldoende. Gefloten voor een overtreding, blijft het bij een vrije trap. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen. Hij had in de eerste helft toch wel meer zijn stempel mogen drukken. Alles of niet voor Colombia. Ja, nou, het kan echt beter, Evert. Ik vind dat hij niet zo heel best gespeeld heeft. Van... Die is er doorheen. En voor hetzelfde geld komt Senegal eens een keer dat op voorsprong. Nou de momenten. En dan moet Colombia gas geven. Net op tijd onderschept. Goed gedaan. Cuadrado. En nu moet Colombia snel zijn. Want ze zijn er allemaal uit. Colombia met een aanval. Maar hier... Gaat hij recht in de hoek. En dat is heel moeilijk. En dan heb je weer tijd. Hier, kijk, daar komt Senegal. Senegal is ook snel. Er ligt ruimte aan de zijkant. Dus daar moet je daar iets aan doen. De bal wordt in het strafschop. En hier, kijk, gaat hij er bijna in. Bijna het doelpunt. Maar die kopbal gaat net naast. Niet slecht ingekopt hoor, maar met iets meer... Daar gaat hij bijna van Senegal. Zelf gaat, hè? Nu begint Senegal een beetje meer te drukken. Kouyaté. Goed idee zo over de flank. Nou, afspelen de bal. Er zijn mensen meegekomen. Ja, ja. En... Verdediging alert. Nu moeten ze op tijd... En nu moet er gestoken worden. En nu. Falso. Falso moet het doen. Falso doet het niet. Rebound en hij gaat erin voor Colombia. 1-0 Colombia. Colombia onderweg naar de achtste finale. 1-0. Dat is de zorgen. Hij stopte de eerste inzet. Ik dacht even. Ze gaan het hier doen, maar hij gaat erin. Colombia leidt met 1-0. Dit is wat Colombia hard nodig heeft. Senegal, zet de wissel. Het leek er niet op dat ze het zouden redden. En in deze tweede helft... Nog een half uur is Senegal één doelpunt kijken maken. Of zij een plannetje slaat. Dan is Senegal weer door. Colombia staat nu op een voorsprong. Oh, dit kan een kans worden. En op zich, in de krijgstijl, qua wedstrijd is het prima uitslag, maar Colombia heeft daar niks aan. Die paas wat onderschept. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Hij raakt hem nog aan en dus krijgen we een hoekschop. Senegal is goed in corners. De bal wordt voor het doel gebracht. Die bal kon hij niet vangen en hij besluit hem dus weg te boksen. Hij knalt in de zijt. En dan komt ze hier een vrije trap. De scheidsrechter. En dan komt er ook misschien nog een kaart aan. En nu is hij kan hij er vanaf gaan. Ja, hij gaat er vanaf. Dit is onnodig. Ja, dat is toch terecht met zo'n aanslag. En de vraag is, dit is terecht, ze de voorsprong kunnen behouden.
Als het eruit komt, ja zeker. Colombia gaat verder met 10 man. Het gaat niet heel moeilijk worden. Kom. Een corner. We gaan zien of het team deze kans kan benutten om de achterstand weg te werken. De bal wordt in de 16 gebracht. Paniek achterin. De verdediging heeft moeite die bal weg te krijgen. En dan komen ze weer. Sinica. Nou, Sinica, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Ja, ze moeten nu. Eerst was Colombia, nu is het weer Senegal. Zo gaat het spel heen en weer. Met een goede aankomst. Nog 20 minuten. Colombia 20 kan lange minuten nog. Voor beide teams. En keeper zat mis. Als hij deze kopkans terugziet, dan zal hij zich wel eens achteroren krabben, Jori. Ja, het is een beste kans hoor, maar slecht ingekocht. Minuten, seconden stikken. Verder en verder weg. Hier komt de kans. Hier komt de kans voor Senegal. Maar het is ook buitenspel. Iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. Aguilar. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Ja, leek een goede paas, maar helaas. Bij 2-0 is het gedaan hoor. Colombia gaat weer in de aanval. Bij 2-0 is het gedaan. De bal wordt in de 16 gebracht. Die bal dat lijkt wel de juiste lengte te hebben. Maar het en het is afgelopen. Is Colombia gaat verder. Jury, wat denk jij? Je zou het al aan denken. Er zijn gekkere dingen gebeurd. Het is afgelopen voor Senegal. 2-0. Het eerste doelpunt heeft hem blijkbaar genoeg zelfvertrouwen gegeven om er nog een te maken. 2-0 Colombia. Die bal is voor de tegenstander. Kans om te schieten. Daar komt. Buitenspel volgens de scheidsrechter. Ik heb zo mijn twijfels. 12 minuten dat nog. Had een doelpunt kunnen twee zijn. Twee goals voor Senegal hebben ze nodig. En de keeper gestruikt. Het is een goede bal. Hij is er vandoor. Dat is zeker een goede bal. Daar dit komt de goal. Goal worden. Nee. Red, maar de bal is nog niet weg. Wat goed gezien hoor. Het loopt goed af. Maar zo'n sliding in het strafschopgebied is erg riskant. De verdediging is in vorm. Ook op de flanken. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Prima gestoken. Overtreding. Blijven de kaart op zak. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, heb ik altijd geleerd. Ik ben benieuwd of zij dit ook weten. Er is al een speler weggestuurd. En hij heeft nu veel aan zijn broek. Paar minuten gevaarlijk. Ik bedoel dus maar. Die bal gaat ver naast. Zwak geschoten zeg. Laatste 5 minuten. Ja, het schiet op. We hebben nog maar 5 minuten aan reguliere speeltijd over. Vooralsnog grijpt de scheidsrechter niet in. Hij past de voordeelregel toe. En volgens mij heeft hij dat heel goed gezien. Ik denk het ook, Evert. Het is altijd lekker als er doorgespeeld wordt en dat er niet onnodig gefloten wordt. Wel weg, knap. Wat een zwakke paas. Die gaat zo over de zijlijn. Zo win je geen wedstrijden. Kaart geel. Eventjes gewacht, maar hij fluit toch voor die overtreding. En hij trekt een kaart. Ja, gele kaart. En nu moet die speler toch gaan oppassen. Rodriguez. Wat gaat Colombia doen? Ze moeten dit nu gewoon uitzien te spelen. Laatste minuut. Wie weet levert dit een kans op. Goal pakken ook. De scheidsrechter heeft iets gezien en fluit. Cuadrado. En! Het is gedaan voor Senegal. Hij heeft zo hard gevochten. Tegen Polen, tegen Pan hebben ze keihard gevochten. Maar Senegal ligt eruit. Speeltijd over. Ze hebben er alles aan gedaan. Nog
Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Vrije trap vanaf een voor hem gunstige positie. Alsof dat nog wat uitmaakt, joh. Want... trap die bal recht in de muur. En we krijgen een hoekschop. Kom. Een uitgelezen mogelijkheid om te schieten. Het is afgelopen. Ja, Colombia gaat verder. Senegal kan naar huis. Slecht ingekopt hoor, maar met iets meer geluk. 2-0 eindigt de wedstrijd. Zo, wat een prestatie zeg. Dat zie je niet zo vaak. Dat een wedstrijd onder deze omstandigheden alsnog wordt gewonnen. Nee, dat klopt Evert. En het bewijs 2-0. Hoe belangrijk het is om een goede organisatie te hebben en samen te blijven werken. En ja, daardoor hebben ze deze wedstrijd uiteindelijk Senegal toch nog kunnen winnen. 2-0 voor Colombia eindigt. Goed, kijk eens. Ik ga het hier eens bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot straks dan maar weer, jongens. Mazzel!